zelfstandigheid. Hey Farid, hoe gaat het nu met je? Vommers zijn vrouw is dood. Dat is toch voor Vommers veel erger? Vind je het lastig om over je gevoelens te praten? Ik wil weg bij de familie Vommers. Waarom? Ik wil ergens anders wonen. Heeft dit misschien te maken met het overlijden van Miranda? Dat Miranda weg is, dat betekent dat we ons opnieuw tot elkaar moeten verhouden. Ik kom nogmaals niet door de dood van Miranda. Ik voel me al langer niet prettig bij de familie Vommers. Dit komt wel even binnen. Nu ik dat weet, kunnen we daaraan werken natuurlijk samen. Ik wil dit gewoon. Weet je waar dat boek van Frans is? Er is in ieder geval één positief ding gebeurd in de laatste tijd. En dat is dat Sophie en ik elkaar leuk zijn gaan vinden. Je moet echt kappen met Farid zo aan het lijntje houden. Ja, ik vind hem wel leuk. Alleen, gewoon aardig. Timo doet net alsof hij de enige is die Farid helemaal begrijpt. Ik heb besloten dat ik wegga bij de familie Vommers. Dat ik eigenlijk aan jullie vragen of jullie aan jullie ouders kon vragen of ik hier mag wonen. Ik logeer hier toch al best vaak, dus... Zullen we het vragen? Ja, natuurlijk. Ik heb het al mama gevraagd. Farid, die had aan ons gevraagd of je hier mocht komen wonen. Via vindt het ook vet zielig. De jongen is hier al heel vaak, hij voelt zich thuis. Farid heeft duidelijkheid nodig. Hou gewoon op! Willen jullie eigenlijk zelf wel dat hij hier komt wonen? Mijn moeder die denkt ook dat Farid en ik echt iets hebben. Hou je bek! Het moet voor jullie ook goed voelen, dat is het allerbelangrijkste. Ik had nog niet echt voor me gezegd dat ik nu al wegging. Zijn het ijspullen? Is het niet een beetje snel om ijspullen mee te nemen? Ik stond er niet slecht tegenover, maar dit is iets wat je niet zo 1, 2, 3 beslist. Hoe kan ik nou tegen Farid zeggen dat ik er eigenlijk helemaal geen zin in heb? Hoor ik nou dat je bij Timo terug kunt? Ja. Ze gaan erover nadenken. Heb je tas al gepakt? Ja. Je weet dat ik gezegd heb dat je altijd bij ons terecht kunt, hè? Als... Ja, dan zal ik eerst een noodopvang voor moeten regelen voor je. Oké, ja, dat is goed. Ik snap het niet, Farid. Nee, inderdaad. Ik vind het gewoon heel jammer dat het zo moet lopen. Ik snap dat de situatie bij ons nu niet ideaal is, maar een noodpleeggezin. Farid woont nu eigenlijk nergens. Ja, een noodopvang. Maar ben je dan niet een soort van pakloos? Seks!